Kijk dan. Wil je waantje nu gewoon even in een hele andere tijd? 66 miljoen jaar geleden liepen deze jongens hier op aarde rond. Dat kan je toch bijna niet beseffen? Dat is toch fantastisch? En dit is een triceratops, hebben we zelf opgegraven in Wyoming. En dit is het favoriete maaltje van de Tyrannosaurus rex. Het grootste en misschien wel de allergevaarlijkste roofdier dat ooit op aarde heeft geleefd. En dit is ook geen makkelijke jongen om neer te halen. Moet je kijken naar die horens op zijn kop. Dat dikke nekschild, 6000 kilo zwaar. En de T-rex, die staat hier om de hoek. Zullen we even kijken? Check die bek, jongens. Dit is een 5000 kilo wegend roofdier. Met tanden zo groot als bananen. 50, 60 stuks. Met een kartelrandje zodat hij makkelijker door vlees kon snijden. En een botten bijtelpunt om botten mee te verbrijzelen. Deze jongen kon botten verbrijzelen van de triceratops die we net zagen. Naturalis vind ik een heel belangrijk museum. Omdat dit echt dé plek is om de nieuwsgierigheid van mensen, volwassenen, maar vooral natuurlijk ook kinderen te prikkelen. Om ze bewust te maken van de schoonheid van de natuur, zodat ze er nog meer van gaan genieten en er hopelijk natuurlijk nog beter voor gaan zorgen. En dat is weer heel belangrijk voor de toekomst. En natuurlijk is Naturalis ook heel belangrijk vanuit een wetenschappelijk perspectief, omdat wij een bibliotheek zijn van de evolutionaire geschiedenis van de planeet.